jij hebt volgens mij met een aantal jaren verlengd. Met Sylvain Vos voor de zomer. Ja. Klopt het dat je toen enorm de kleren hebt ingehad in Mislintad omdat Manswerk gehaald werd? Nou, de kleren erin gehad. Ik was wel teleurgesteld. Dit twitterde je. Ja. Ajax opleidingsclub, Kruisendoor, koopclub, ja, vinkje. Dat was puur uit emotie, of dat handig is. Achteraf misschien niet, maar zoiets ging uit emotie. Omdat we hadden de afspraak gemaakt met Sven destijds. Dat er geen middenvelder meer gehaald zou worden. En dat gebeurde toen 3 dagen voor het sluiten van de markt wel met Manswerk. Ja, daar kwam eigenlijk een beetje deze frustratie van. En vervolgens, dus dan ben je gefrustreerd, dan ben je boos op Ajax. Opleiding, die krijgt geen kans. En dan ga jij zelf, want Silvano is een 6. En dan ga je zelf... 6-8. 6-8, ja. En ga je zelf initiëren om Henderson aan deze kant? Want vertellen hoe jij dat hebt geïnitieerd? Ik denk dat de situatie heel anders op dit moment is dan hoe de situatie bij Ajax van de zomer was. En ik denk dat iedereen heeft kunnen zien wat Ajax eigenlijk miste in de eerste helft van het seizoen. Dan is het ook niet gek dat je, als je een type Henderson kan halen, dat je daarvoor voor gaat. Wat ik me afvraag is, zijn die spelers blij met dit soort tweets? Was Silvano blij? Want jij moet naar zo'n club, hè? Je moet je 's ochtends melden. Ja, en dat is dan toch een bepaalde houding. Iedereen weet dat hij bij jou zit. En dan gaat het eigenlijk over die tweet. Ja. En was hij daar, zeg maar, gelukkig mee? En blij mee? Ja, dat kan je best aan hem zelf vragen. Heb ik gedaan. Oké. Okay. En? Nee. Hij was er niet blij mee. Nee, hij was er niet blij mee. Ja. En hij vond het ook niet nodig. Maar goed, je zag ook bij de 3OS... de 3OS-soap dat die zaakwaarnemer ook een foto posten met een ticket Feyenoord. Bij wie? Bij die 3OS. Zaakwaarnemer posten een kaartje voor Feyenoord PSV en dan gaat zoiets dat klapt. Mm. En dan moet je eigenlijk, weet je, met de staart tussen je been als zaakwaarnemer moet je zo'n tweet dan weer gaan goed praten. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom zaakwaarnemers zo willen ventileren in de media of via de socials wat er gebeurt. Mm. Waarom jij hebt ook wel eens een Twitter de wereld uitgegooid waar je spijt van hebt, toch? Nee, ik heb geen Twitter uitgegooid. Bedoel je dat over die commentator? Ja. Nee, helemaal niet. Ik moest die weghalen en die heb ik ook uiteindelijk weggehaald. Maar ik sta nog steeds achter het feit dat als jij commentaar geeft, dan moet je dat gewoon zo neutraal mogelijk doen. Net zoals een zaakwaarnemer zo neutraal mogelijk voor zijn spelen de zaken moet behandelen. Goed, gaan we het ook verder niet over hebben. Maar Nathan, jij zei ook, ik heb er spijt van die tweet, want het was uit emotie. Ja, het was gewoon puur uit emotie. Ja. Maar nu even toch even over Henderson. Daar heb jij geen kleine rol in gespeeld. Nee. Jij hebt volgens mij de broer van Twent, Alexander Arnold, die zijn zaakwaarnemer is, die heb je geterroriseerd. Nee, dat is een partner van ons, Tyler, die ken ik al heel lang. En eigenlijk begon dit in het begin van de window te spelen. Ik wist wat Ajax zocht. En toen kwam het nieuws naar buiten dat hij niet meer happy was in Saudi. Toen heb ik eigenlijk gelijk eerst Tyler gebeld om te vragen van oké, zouden jullie openstaan voor een stap naar Ajax? En die was gelijk enthousiast. En daarna heb ik direct Ajax opgebeld. Die waren op trainingskamp. En met eigenlijk de mededeling van ik denk dat ik een hele goede 6 voor jullie heb gevonden. Ja. Hoe werkt dat? Want Kelvin de Lange heeft, de huidige technisch directeur, die heeft bij jullie bedrijf gewerkt, dus die kende je goed. Hoe gaat zoiets dan? Want jij belt hem dan en dan? Ja, en dan gaat het balletje rollen. Ik denk de volgende dag zaten we gelijk op een videocall. Ik denk dat Kelvin dit ook heel goed heeft opgepakt. Die is eigenlijk dagelijks is hij aan het pushen geweest richting ons. Omdat die wilde heel graag de deal doen en Henderson naar Ajax halen. En dat was ook nodig om andere clubs te slim af te zijn. En om te zorgen dat je gewoon op pole position bleef in deze deal. Omdat er waren best wel wat andere clubs die ook interesse hadden. Ja. Had hij ook zoveel interesse omdat hij anders karrenvrachten geld moest betalen, belastinggeld moest betalen als hij naar Engeland zou gaan? Wat ik begreep niet zozeer. Nee. Hij vond Ajax gewoon voor deze fase in zijn carrière gewoon een hele goede keuze en goede stap. Ajax een grote club. Hij heeft vaak tegen Ajax gespeeld.
En ook met het oog op het EK was hij bij Ajax wel zeker van de speelminuten die hij zou krijgen. Rogier, jij speelde op die positie? Ja, dat is heel lang geleden. Ja, je speelde op die... zou het ook kunnen dat hij gewoon dacht van... los van de belasting. Het is wel een paradijs in Nederland. Dat is wat anders dan 3 tempootjes hoger in Engeland gaan voetballen. Op je 33ste. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij misschien ook wel heeft gekeken dat hij bij Ajax echt iets kan toevoegen. Omdat als je ziet hoe Ajax speelde, dat het zo open was, dat er zoveel ruimte was, dat er eigenlijk weinig structuur, hè, zal ik maar even zeggen, was. Ja. Ik denk dat hij misschien wel heeft gekeken van daar kan ik echt iets toevoegen. Dat hij ook graag naar het EK wil. En als jij dan goed speelt, in een ritme komt op die leeftijd, dan is dat denk ik een logische keuze.